Afgelopen zondag ontving Nicolas Boys in Nieuwveen ASC uit Oegstgeest. Beide teams wisten zich verleden jaar ternauwernood te handhaven in de derde klasse en azen nu op een goede start. De winnaar deelt gelijk een hele mooie tik uit. De wedstrijd staat onder leiding van de heer Ricardo Mulder. Hier betreden de teams de grasmat, prachtig de bijlag. De aftrap door ASC. Aan de rechterkant ASC. Voor de eerste aanval overgenomen Nicolas Boys. Lange bal. Opgevangen. De rechterkant. Beetje rommelig begin die eerste paar seconden. Logisch, Luc van Veen. Mooi aangesneden. Wat duwend trekwerk. En de goal. De goal van Nicolas Boys. Maar wat doet scheidsrechter Ricardo Mulder? Hij maant van jongens, ik ga dat toch even overleggen. En uiteindelijk beslist hij om de goal na advies van de grensrechter af te keuren. Had een mooie opsteker geweest, maar is het dus niet. Binnen het minuutje de goal, maar kwam er niet. Nicolas Boys, bal voorgekopt nog een keer. Goed gekrost, gekopt. Dat was bijna Ragnar Oosterhof kansloos. Ja, was die eigenlijk wel, maar die bal die ging langs de verkeerde kant van de paal. Tenminste, als je voor Nicolas Boys bent. Vrije trap. Roy van der Meer. Mooi aangesneden, maar door alles en iedereen gemist. Ruim 20 minuten gespeeld. 0 tegen 0. Nicolas Boys beter in de eerste helft. In dit gedeelte van de wedstrijd in ieder geval. Na 20 minuten. Geen vrije trap, maar nu wel. Mooie afstand. Van Veen onderuit gehaald. Roy van der Meer. Roy van der Meer. Wat een geweldige goal. Schitterend aangesneden. En Ragnar Oosterhof is kansloos. Nicolas Boys na 22 minuten spelen op de 1 tegen 0. En omdat hij zo mooi is. Schitterende goal. AC. De diepe bal. Jelle Schouten. Jelle Schouten. En dan is daar. Ja, de 1 tegen 1. Tjoh, dan heb je toch maar heel kort kunnen genieten van die voorsprong van 1 tegen 0. Diepe bal van achteruit. En Jelle Schouten wordt geen stro breed in de weg gelegd. Maakt het dan ook prima af. Langs Cody Tim Stouten en dan is er geen redden meer aan. Nicolas Boys aan de rechterkant al wel weg. De mooie voorzet. De bal. En dan schitterend binnengetikt. Luc van Veen, de aanvoerder. Mooie aanval vanaf rechts. De mooie voorzet ook. Jimmy Janmaat. En dan met links via de onderkant van de lat binnengetikt. En zo wordt er lekker gescoord in Nieuwveen. 2 tegen 1. 3 minuten voor de rust. Nicolas Boys weer in de aanval. De voorzitter koppelt op de paal. Wat een pech. En dan Burgmeijer misschien nog. Ja hoor, met zijn rebound. Is hij het die voor 3-1 zorgt. Prima gedaan. En weer vanaf die rechterkant. De voorzet. Leek mis te gaan op de paal. Maar de rebound. Daar is Peter Burgmeijers de kippen bij. Mooi doorgekopt. Ja, en alles en iedereen van ASC op het verkeerde been. Inclusief keeper Oosterhof. Kan Nicolas Boys tot aan de T die mooie voorsprong vasthouden. Dat is toch lekker rust hoor. 3 tegen 1. De voorzet. Dat wordt goed verdedigd. De kans, het schot en de prima redding van Stouten. AC doorgekopt die bal. Dan gaat die bal terug naar Stouten met zijn uittrap. Ik ga pas een pilsje halen. Ja, doe maar. En dan vindt Mulder het welletjes. Fluit hij af voor de eerste helft. Ja, en dan leidt Nicolas Boys. Lekker hoor, met 3 tegen 1. Ziet ook de trainer van NSV, Dennis van der Ing. De tweede helft.
Dan moeten we ons excuus aanbieden, want dan missen we vanwege de regen. U ziet het water nog op de lens. De tweede goal, de aansluitingstreffer van AC. U zag de jongens nog wel juichen. En vlak daarna deze aanval. De prima steekbal. En weer Jelle Schouten. Langs twee verdedigers en Schouten. En ja, en Stouten moet ik zeggen. Sorry, Tim Stouten. En dan is het binnen 10 minuten 3-3. En dan heeft Nicolas Boys zo'n mooie voorsprong bij de rust opgebouwd met 3-1. En geeft het in 2 minuten 2 goals weg. Schouten langs Stouten. Dat moet het zijn. Fraaie goal hoor, 3-3. Nicolas Boys. Weersomstandigheden toen niet goed na ruim 60 minuten spelen. En daar had ook onze camera moeite mee. De vrije trap, Luc van Veen. Slecht genomen in de muur. Michel van het Kruis, van het Kruis. Zo, die doet zijn naam weer aan, zeg. Die zit stijf in de bovenhoek. Wat een goal. De vrije trap lijkt te mislukken. Maar dan dit, met rechts. Tegendraads, kijk eens. Oh, schitterende goal. En dan staat Nicolas Boys weer op voorsprong. 4-3. Dan misschien daar nog de kans om het te beslissen. Het schot en dat gaat naast. In blessure tijd. Wat kan AC nog? Mooi erlangs. De 1-2. Prima. Het schot. Oh nee. Totaal ongevaarlijk. Dat kan Tim Stouten niet verontrusten. 93ste minuut. Dat moet zo'n beetje de laatste kans zijn voor dit ASC. Dan kijkt Mulder op zijn horloge. Laat hij nog even doorgaan. Dan het uitverdedigen. Slordig. Maar dan hoeft het niet meer. En fluit scheidsrechter Mulder af voor het duel. Een doelpuntrijk duel. En 3 hele dure punten voor Nicolas Boys. Ludo Pistorius, 4-3 gewonnen. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Lekker begin. In ieder geval qua puntenaantal hebben we nu al meer punten dan vorig seizoen in oktober. De eerste 4 wedstrijden. Ja, dus dat is lekker. Dan begin je redelijk goed. En dan? Nou, een groot gedeelte van de wedstrijd denk ik wel dat veel jongens een voldoende hebben gehaald vandaag. Hele goede eerste helft. Was ik echt wat te spreken over. Een paar jongens die op een andere plek staan, dus ook weer even wennen aan elkaar. Met de voorbereiding die wat wisselvalliger was, moet je dan ook maar afwachten hoe je ploeg ervoor staat. Tegenstander ook een nieuwe trainer, dus ook even afwachten wat daar verandert allemaal. Uiteindelijk eerste helft heel tevreden over. Volgens mij ook gewoon een terechte 3-1 voorsprong. We scoren 5 keer, maar nou worden er 2 goals afgekeurd nog. Uiteindelijk over die eerste helft heel erg te spreken. Na de rust wordt het dan wel anders, hè, want we hadden een goed gevoel. Iedereen zat vol beleving in de kleedkamer. Toch kwamen we naar buiten en raakten we hem even kwijt. En dat geeft niet als dat een keer gebeurt, maar als het je ook doelpunten gaat kosten. En dat deden die gasten van ASC. Ze maakten er ook gelijk 2 in 5 minuten tijd. Ja, toen kantelde heel die wedstrijd. En dan wil je dat je toch lekker blijft voetballen en je ding blijft doen. Maar hoe je het ook went of keert, dat gaat in die kopje zitten van zo'n ploeg. En ja, dan wordt het moeilijk en dan verdient het niet de schoonheidsprijs op het laatst. Maar dan maken we wel een hele mooie goal. En we hebben vandaag mooie goals gemaakt. Maar ook die 4-3 van Michiel van het Kruis, geweldige goal. En dat trekken we wel goed over de streep, vind ik. Maar ja, we hebben er wel wat dingetjes om te gaan ontwikkelen voor de komende weken. Ja. Maar dan blijft toch staan dat de eerste klap een daalder waard is? Ja, absoluut. Wat ik net zei, vorig jaar hebben we natuurlijk een moeilijke start gehad. En dat, hoe je het ook bent verkeerd, bij de jongens zit dat in het hoofd. En het resultaat is toch wel vaak leidend. Nu ga je volgende week naar Wamunda met 3-1. En dan is iedereen die wedstrijd weer vergeten, maar die punten die staan er. En dat, ik verwacht dat ons goed gaat doen volgende week ook weer. En dat we nou ja, wat stapjes kunnen gaan maken de komende weken. Heel veel succes. Dankjewel.